Voorzitter, voor het beheersen van de verspreiding van COVID-19 hebben wij ons bij ons aantreden gekozen voor een heel ander beleid. Niet op basis van top-down, maar een burgervriendelijk beleid waarbij een onderling overleg met de samenleving een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Nu, na 4 maanden, kunnen we vaststellen dat ons beleid zeer goed heeft gewerkt. De verspreiding van COVID-19 is sterk beperkt als gevolg van de maatregelen die wij hebben getroffen. We hebben op dit moment een dalende trend en zijn van code rood overgestapt naar code oranje. COVID-19 en de getroffen maatregelen hebben in ons land een grote maatschappelijke en economische impact gehad, voorzitter. COVID-19 heeft geleid tot een aanzienlijke verdieping van de reeds bestaande economische crisis in het land.